maar in. Nou, dankjewel, mevrouw Anneke, met je mooie muts op. En ik vraag me af welke Zwarte Piet nou zijn muts kwijt is. Maar goed, ik heb dus een brief gekregen van Sinterklaas, waarin staat dat hij op 12 november om 12 uur aankomt in Monnikendam. Zorg jij voor alle noodzakelijke dingen, zoals muziekkorpsen, heel veel kinderen en natuurlijk een burgemeester. Hij staat daar in het midden, je kunt hem net zien, hij heeft een beetje een ketting. En natuurlijk duizenden en duizenden kinderen. Nou, daar hebben we allemaal voor gezorgd, maar het is buiten een beetje mistig. En ik hoop nou dat Sinterklaas maar weet waar het ligt. Want vanaf zee kun je absoluut Monnikendam niet zien. Maar goed, we wachten het af. Sinterklaas zegt, er gaat niks mis dit jaar, want ik heb een nieuwe hoofdpiet. Stond ook in die brief. Dus nou ja, we wachten het maar af. Het is gewoon een beetje wachten, een beetje kijken. Ja, die kinderen moeten ook flink zingen. En zwaaien natuurlijk. Zie je, ze zwaaien allemaal. Allemaal vast in de verte naar Sinterklaas. Maar Sinterklaas is nog helemaal niet te zien. Dus even kijken. Als we nou een beetje meer naar links gaan. Kijk, dan is daar, achter die lantaarnpaal, dat is de opening voor de haven. Daar zou hij dan door naar binnen moeten komen. Ja, ga er maar iets meer in met die camera. Ja, vergeet die kinderen maar even. Dat zien we zo direct wel. Ja, en dan achter het riet. En als je dan maar doorvaart, dat is Spanje. Ja, en dat ben ik. Kijk, praathuisje van meneer Aert. Ook heel aardig dat ze dat zo zeggen. En dit zijn alvast, nou ja, goed, dat heb je gezien. Ja, oh ja, en bovenin hier hebben we dus iets heel gevaarlijks gedaan. Daar hebben we dus een kraanpiet. Kijk, die staat er bovenin. Hij zwaait, Piet. En denk nou om je... Eén hand voor jezelf, één hand voor de camera, hè? Ja, niks gevaarlijks doen. Jongen. Wie dat durft, nou, dat is wel een hele grote waaghals. Maar hij kan natuurlijk het eerste de boot zien. Dus, wangen. Sinterklaas. Daar heb je Sinterklaas. Hij slaapt. Hij is dus wel in aantocht. Ah, wat slaapt hij lekker, hè? Wat een ongelooflijk weer toch. Ja, hij slaapt wel lekker rustig, maar ja, moet je eens even kijken wat een weer zegt. Ja, dat is een heel klein bootje en daar in die hoek tegen die oude dekschuit, daar moeten we natuurlijk afmeren. Zie je dat? Wat een mensen. Wat een verschrikkelijke hoeveelheid mensen. Ongelooflijk. Nou ja. We hopen maar dat Sinterklaas bij tijds wakker wordt om dan tegen de stuurman te zeggen, of de kapitein, hoe dat heten mag, om dan hier aan te leggen. We wachten af. Ik vind er niks meer aan. Ik Sinterklaas zomaar een nieuwe hoofdpiet. En wat voor een lange wijl van een Dag hoofdpiet. Ja, nu even geen geintjes, Piet. Ik heb het ontzettend druk, mijn hoofd loopt om. Ik moet alles eventjes nakijken of we niks vergeten. Hier zijn er voor alle kinderen pakjes aan boord. Weet de kapitein de weg naar Monnikendam? Ja. Staat de meid er klaar voor de Sint? Ja. Is de staf gepoetst? Zijn de hoeven van het paard gepoetst? Ja. Zijn de manen gekamd? Ja, ja. Altijd plassen voor je aan land gaat. Dat kan ik mooi nu weer. Ja, dat heb ik al gedaan, hoor. Ik zou er geen geintjes, Piet. Ja. Geen geintjes nu, hoor. Ik heb haast. Hier, alsjeblieft. Houd de meid er maar even vast. En de staf poets hem maar vast eventjes. Ja, ja, natuurlijk. Altijd even plassen voor je aan land. Dat moet je allemaal zelf doen. Hij kan het helemaal niet eens. Kijk nou. Hier. Heeft hij een lijstje heeft hij nodig? Omdat hij die uit zijn hoofd kan onthouden. Nou, de oude hoofdpiet kon het tenminste wel, hoor. Daar ben je toch hoofdpiet voor? Als je hoofdpiet bent, moet je uit je hoofd kunnen. Nee, was ik maar hoofdpiet. Nou, dan was het allemaal wel eventjes heel wat beter gegaan. Ik heb een goed idee. Heel goed idee. Kijk. Komt hij niet meer uit. Nou, dan ga ik nu vast naar Monnikendam. En dan zal ik al die Monnikendammers eens eventjes gaan vertellen wie hier de echte hoofdpiet is. Hè? Nou ja, zeg. Ik vind dat wel een beetje flauw, hoor, van die wegwijspiet om dat te doen. Nou zit de nieuwe hoofdpiet meteen opgesloten op de wc en Sinterklaas slaapt. En er zou helemaal niks misgaan. Ja, nou ja, goed.
Dan gaat die hoofdpiet, die gaat dan vooruit natuurlijk, in een klein bootje of zo. Dan gaat hij naar Monnikendam en dan gaat hij allemaal roet in het eten gooien, zoals dat heet. Oh, vind het niet zo leuk. Nou kijk, daar gaat hij. En dat is Monnikendam daarachter, ik ken het daar niet horen. Ik vind dat niet zo leuk. Ik vind dat niet zo leuk. Ik zal er toch met Sinterklaas over hebben. En in ieder geval met die wegwijspiet. Als ik hem te spreken krijg. Ja. Hij kan wel snel roeien. Dat is in ieder geval een feit. Die kinderen hier op de kade, die hebben nog helemaal niks in de gaten. Die zijn hartstikke blij dat Sinterklaas zo direct hier in Monnikendam aankomt. Ja, jij hebt een beetje kort geslapen, jongeman. Dat zag ik zo aan je gapen. Wat is dit? Oh ja, dat is de machinekamer. Nou ja, dat loopt nog allemaal prima, zie ik dan. Een beetje overdreven onderhoud wat ze plegen, maar goed. Beter te veel onderhoud dan te weinig onderhoud aan een motor. Denk ik altijd maar. Ja. Ah, nou ja, met een staalborstel op een draaiende motor. Ook niet zo slim, maar goed. Wat geeft het? En dit is het muziekkorps. En we zien nu echt de boot. En we zien nu echt dat die vaart. En er vaart een hele rare zeilboot naast, zie je dat? Die is denk ik niet voor Sinterklaas, maar je weet het niet. Misschien voor drijvende pakjes. Of voor allemaal pakjes die we net in de sterreclame hebben gezien. Dat die daarin mee moeten. Dat die niet op die boot van Sinterklaas meer kunnen. Maar ja, wat geeft dat? Ja, zie je wel. Ja. Ja, die staat ook een hele naam op. Iets heel ingewikkelds. En dit is de kapitein. Ah, die is heel knap hoor. Die is heel knap. Zie je dat? Het lijkt wel een filmster, hè, die kapitein. Ja, dat is echt een hele goeie. En het paard! Hoe kan dat nou dat het paard hier al staat? Nou ja, dat zullen ze waarschijnlijk op een of andere manier met een paardenboot hierheen gebracht hebben. Paard is een beetje zenuwachtig altijd. En dat ze dat ver vooruit sturen, zoiets moet dat zijn. Ja, lief paard, hè. Ja, maar goed. Ik ben toch een klein beetje benieuwd hoe dat nou toch weer... Nee, dat is niet de wegwijspiet, hè. Nee. Ik was een beetje benieuwd hoe dat nou zit met die wegwijspiet, hè. Waar die nou ongeveer zit en wat die nou aan het doen is. Maar goed, dat zien we zo direct wel. Dat zien we... Hey, dag Piet, pas op. Ja, dag hoofdbakker. Dag. Zo, ik kom alles eventjes controleren of alles klaar is. Ik ben namelijk de hoofdpiet. Ja, dat kun je wel zien hoor. Ja, hè, kan je zien. Ja. U herkent me wel, hè. Oh, ja, dan ben ik de hoofdpiet. En dan kom ik even alles controleren, bakker, of alles klaar is, of je genoeg letters heeft en zo. Want we moeten een heleboel letters hebben. We moeten wel 4000 t's hebben en wel 6000 p's. En k moeten we ook een heleboel van hebben. En een heleboel korte en lange eieren. Heeft u dat allemaal voor elkaar? Zijn we hier helemaal op gebouwd. Ja. Voorzien in alle soorten dingen. Nou, gelukkig. Dus er komen geen moeilijkheden, hè? Nee, alles komt goed voor elkaar, hè? Beslist. Verder moet ik gauw weer vandoor, want dit jaar sta ik helemaal alleen voor, bakker. Nou, moet ik alles helemaal alleen doen. Dus ik ga weer denk aan jezelf, hè? Ja. Dag, hoofdbakker. Dag, tot ziens, hè. Staat er helemaal alleen voor, zegt die wegwijspiet. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Moet je kijken, we hebben een kapitein, we hebben een hoofdpiet, we hebben Sinterklaas. En we hebben nog duizenden andere pieten. Nou ja, goed. Die speculaaspoppen bestellen en die letters bestellen, dat vind ik helemaal niet zo erg. Dat is wel goed, maar ik vind het toch niet zo leuk dat hij dat allemaal een beetje al... Zo vervelende dingen gaat vertellen. Wacht, wat is dat nou? Oh. U bent er? We moeten slapen. We zijn vast bij de Monnikendam. Hoofdpiet! Wegwijspiet! Daar zijn ze toch. Die jongens zijn vast hard van ver. Wat moest ik ook weer? Altijd even plassen voor je aan land gaat. Kijk hoe laat we zitten. Ja, het is echt al heel laat. Gaat het goed met inpakken, Pieter? Ja, dat vind ik ook een heel leuk pakje. Even plassen. Kan nog net even denken. Wat een grappige manier om de staf weg te zetten. Sinterklaas? Piet, waar zat je? Op de wc, Sinterklaas. U had zelf gezegd, hè? Altijd even plassen voor je aan land gaat. Ja, dat is goed. Weet jij waar de wegwijspiet is? De wegwijspiet?
Die heb ik aan het werk gezet, Sinterklaas. Die heeft het heel druk. Goed, hou de staf even vast, dan ga ik even plassen. Goed, Sinterklaas. En de mijter, weet je die ook? De mijter, ja. De mijter? De mijter. Ja, de mijter. De mijter. En niet vergeten na, nog even na te kijken, lijstje. Ik moet zo nodig. Niet vergeten nog even na te kijken, lijstje. De mijter. De mijter, ja, die ligt in de stuurhut, Sinterklaas. Oh, dat is goed. Ja, het schiet me net er binnen, in de stuurhut. Ik zal hem even halen. Ja, ga ik even plassen. Goed hoor. De mijter in de stuurhut. Snel erheen. Maar die ligt natuurlijk helemaal niet in de stuurhut, die mijter. Oh. Maar ja, goed. Een goed ding is dat de hoofdpiet in ieder geval bevrijd is. Die hoeft niet tot vanavond op de wc te zitten. We gaan gewoon rustig verder. Het zal wel goed komen. Het zal wel goed komen. Net als elk jaar. Het lijkt altijd verschrikkelijk dramatisch, maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Twee waterpieten. En hele grote pakken hebben we daar. Ik hoop toch niet dat kinderen zulke grote cadeaus vragen. Ik hoop toch dat er in dat pak een heleboel kleine cadeautjes zijn. Nou ja. Het paard blijft allemaal geduldig staan wachten. Het paard vindt het allemaal best. Jongen. Ik durf ze niet te gaan tellen hoor, al die mensen. Ik denk dat het... Moet je nou toch kijken, zeg. Heel Nederland is natuurlijk leeg. Er loopt niemand meer op straat. Zal het toch vreselijk... Wat is dit nou weer? Brand. Brand. Oh. Ik zit die deur. Dag hoofdroker. Ik zit dicht die deur. Dag. Ja, hij is dichter. Hoofdroker, ik kom even controleren of er genoeg visjes zijn. Ik ben namelijk de hoofdpiet. Huh? Weet u toch wel, hè? Ja. Heeft u toch al die jaren wel in de gaten gehad, hè? Ja. Zijn er genoeg visjes dit jaar? We hebben wel 20 duizenden visjes nodig dit jaar, van Sinterklaas. Heb je allemaal klaar? Komen die handel eens bij je vandaan? Ja. Dat is heel raar. Ga nu gauw, hè, want ik heb nog zo verschrikkelijk veel te doen. Dag hoofdroker. Zet uw schoenen, hè. Niet vergeten. Dag! Hoofdpiet. Kijk, dat bedoel ik nou, hè. Dan gaat hij vis bestellen voor kinderen in hun schoen. Dat kan toch helemaal niet? Dat gaat toch verschrikkelijk stinken? Zou je toch voorstellen dat je een harde bokking in je schoen krijgt, zeg. En die ligt daar de hele nacht. En Sinterklaas moet ermee lopen of die moet er door de schoorstenen heen. Nou ja. Oh. Ik hoop maar dat dat goed afloopt. Even kijken. Waar zijn we? Wat is dit dan weer? Wat moeten we nou toch zonder mijter? Sinterklaas kan toch niet zonder mijter aan land gaan? We moeten iets bedenken. We moeten Sinterklaas maar een emmer op. Jongens, moet Sinterklaas... Nee, dat kan toch niet. We moeten iets vouwen. We moeten iets gaan vouwen. Dat zou er zo uit moeten zien. Sinterklaas zou eigenlijk... Wacht nou eens. Kinderen. Gauw naar Sinterklaas. Oh, gelukkig zeg. Dat is toch ook weer een gelukkie. Die hoofdpiet is wel slim hoor. Want dat was natuurlijk een domme piet. En die had die mijter ingepakt in een pakpapiertje. Die denkt dat is een leuk cadeautje voor een kind. En nou ja, goed, dan heeft hij hem toch nog gevonden. Ik denk dat alles uiteindelijk wel goed komt. En dat met die wegwijspiet, dat regel ik wel. Ik ga wel eventjes goed met hem praten als ik hem te pakken krijg. Als ik hem dichtbij te spreken krijg. Dit is... ik weet niet wat voor Piet dat is. Dat is een vooruitgelopen Piet. Want kijk, hij ziet er wel donker uit en heeft een muts op. Maar voor de rest deugt het niet helemaal, hè. Dat is niet de echte Piet van Sinterklaas in ieder geval, hoor. Oh ja, er lopen er nog meer. Nou ja, misschien zijn dat natuurlijk weer pieten die meegekomen zijn met dat paard. Het waren een beetje bange pieten die niet met die boot mee konden. Die zijn misschien met de trein gekomen of met het vliegtuig of weet ik veel. Ja, het is allemaal goed en wel, maar ik heb nog geen boot gezien. Althans, niet de stoomboot uit Spanje. En die moet nog altijd daarachter, achter die lantaarnpaal, moet die daar uit die mist tevoorschijn komen. Ja, niet die lantaarnpaal, maar die andere lantaarnpaal. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Ja, die staan goed.
Die staan hoog en droog. Ja, en hierachter. Hierachter die mist. Is er nou geen mogelijkheid om met die camera iets door die mist heen te komen? Niet. Probeer het nou eens, jongen. Gewoon flink door. Gewoon door de mist heen. En dan moet je eigenlijk blazen. Als je nou blaast, dan gaat die mist vanzelf weg. En dan zie je, hoppa, zo het schip van Sinterklaas. Maar dat zie je dus niet. Ja. Nou ja, het is maar een beetje afwachten. Het schip. Het schip van Sinterklaas. Zie je dat? Zie je dat? De rode meetpaal. Sinterklaas. Ja. Sinterklaas, bent u hier? Ja, we zijn bij de rode meetpaal, Piet. Sinterklaas. Maar de meter is hier niet, hoor. Sinterklaas, maak eens open. We zijn bij de rode meetpaal en ik moet de meter... Sinterklaas, maak eens open. Ja, maar een pakje. Nee. Is er... Maak maar open, Sinterklaas. Het is de meter. Wat leuk van je dat je die hebt ingepakt. Ja. Hebben we een verrassing? Goed idee, hè? Dat deed die ouwe nooit. Nee. Nee. En de staf? Nou kan er niks misgaan. Gaat het goed, kapitein? Prima, Sinterklaas. Ja, ik zet de meter op. Hoor. Nee, ik ben zo blij dat nu alles in orde is. En de wegwees Piet, die is ook aan het werk, hè? Ja, die is druk bezig nog steeds, Sinterklaas. Ha, zag je dat? Maar daar is de wegwees Piet. Wacht nou even, hoor. Misschien dat ik hem nou te spreken krijg. Wacht even. Nou ja, zeg. Ja, gaat hij zo brutaal bij mensen naar binnen kijken? Even kijken. Even kijken of Sinterklaas nog ver weg is. Even kijken. Ha, dag mevrouw. Ik zie dat u de televisie aan hebt staan. Mag ik misschien eventjes bij u komen kijken om te kijken hoe ver Sinterklaas nog weg is van Monnikendam? Zou dat mogen, mevrouw? Oh, aardig van u, aardig. Even kijken of alles wel klopt. Eens even kijken. Hier zijn we binnen bij de televisie en ja, ik zie dat ik ook binnen ben. Ja, nou ja, dan klopt alles. Dan is alles, heb ik dat allemaal toch goed voor elkaar gekregen. Dit jaar. Oh, kijk eens. De boot met Sinterklaas. En de Piet, hè? De Piet? De nieuwe hoofdpiet, is die vrijgekomen? Hoe kan dat nou? Ik had hem toch in het toilet? In de wc? Had ik hem opgesloten? Oeh. Daar begrijp ik niks van. Zeg, Piet. Hé. Piet. Dag, meneer Praatjes. Ja, Staartjes is de officiële naam, maar zeg jij me gewoon Aard. Ja, dat is goed, en anders zeg je maar gewoon meneer, hè? Ja. Kun jij eventjes hier naar mij toe komen? Wij moeten eventjes onder vier ogen met elkaar praten. Anders gaat het mis. Ik ben bij u, meneer Praatjes. Ja? Ja. Komen, hè? Wat zeg je? Komen hierheen naar de commentaarcel aan de kade. Oh, ja. Dat is goed, ja. Ik kom meteen bij u, meneer Praatjes. Tot zo. Oh, jee, dat... Er zal vast iets niet in orde zijn. Meneer Praatjes is heel erg boos. Nou. Ik zal maar gauw naar hem toe gaan. Als u... Hier, ik ga naar meneer Praatjes toe. Dank u wel, hè, mevrouw. Dag. Echt boos was ik natuurlijk helemaal niet, hè. Meneer Praatjes. Wel, nee. Maar ik moest eventjes heel streng zijn tegen die wegwijs Piet. Ja. Wie, hè? Ik moet... Ja, die kant voor de kop. Ja. Die kant. Precies, die kant. Dat is mijn kant. Meneer Praatjes is boos. Er is vast iets niet goed. Er is iets niet in orde. Die kant moet ik op. En welke kant moet ik nu op? Die moet ik nou... Die kant moet ik op. Hé, hey, kleine boef. Die kant moet ik op. Die kant. Daar moet ik naartoe. Die kant moet ik op. Die kant. Ik doe niet zo overal doorheen lopen, René. Gaat u eens even opzij, zeg. Opzij, ik moet naar Sinterklaas. Ik ben de hoofdpiet, zie je dat niet? Dat kunnen ze allemaal wel zeggen hier. Ja, zeg, wie bent u eigenlijk? Ik ben hoofdagent. Nou, zeg, dat kunnen ze allemaal wel zeggen, hè. Ik moet er onmiddellijk door. Ja. Oh. Ja, ik moet onmiddellijk naar Sinterklaas. Anders gaat het... Die kant op. Anders gaat het allemaal mis. Nee. Dankjewel, hoofdagent. Dag, hoofdagent. Dat was toch even goed voor die agent, hè? Nou ja, ook goed dat hij hem doorliet, maar die Zwarte Piet die weet nou wel dat hij wel mooi fout zit. En nou gaat hij naar mijn commentaarcel, praathuisje van meneer Aard. Je ziet dat al in de verte. Zie je daar links achter die lantaarnpaal. En dan komt hij naar me toe. En dan ga ik een beetje streng tegen hem doen, hoor. Maar dan moet je hier niks van aantrekken, hoor. Ja, het is helemaal niet erg. Ik doe maar een beetje alsof. Let op, dan komt hij zo. Ja,
Ja. 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 Ga maar eens zitten. Dag, meneer Plaatjes. Weg. Zo. Nou ja. Nou, heb ik het allemaal goed geregeld dit jaar? Ja, hè? Nee. Wat zegt u? Nee. Kijk, je hebt het niet goed geregeld. Wat is er dan verkeerd? Ik vind het flauw van je dat je jaloers bent op de nieuwe hoofdpiet. En dat je hem dan opsluit op de wc. Ja, flauw. Ja, meneer Plaatjes, maar het is ook helemaal niet leuk voor Sinterklaas. Hij neemt zomaar een nieuwe hoofdpiet. Ja. En ik werk al 14 jaar bij hem. Ja. En mij slaat hij slaat mij zomaar over. Ja, maar goed. Zomaar een nieuwe hoofdpiet. Weet je hoe dat komt? Ik vind er niks meer aan. Weet je hoe dat komt? Ik vind er niks aan. Omdat jij wel goed in wegwijzen bent, maar je bent niet goed in je hoofd. En daarom heeft hij een hoofdpiet genomen. Ja, maar een hoofdpiet moet alles uit zijn hoofd doen. Ja. En dat kan die hoofdpiet niet. Ja. Die heeft een niet vergeten weg te kijken, nog even na te kijken, lijkt ja, 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 ja. Ja, goed, maar dat is het. En nou moet je ophouden met zeuren, ja. Want er staan hier een heleboel kinderen allemaal te wachten. Gelukkig en die wel. Kinderen willen ook een feest. Ja, natuurlijk. Hè? Goed, en nu gaan we die boot zoeken. En nou houden we erop voorop. Ja. Ik zal het tegen Sinterklaas zeggen. Goed. We gaan zoeken. Cameraman, dat is de kraampiet, die vreselijke waaghals. Kun jij met één hand eventjes gaan zoeken naar de boot van Sinterklaas? Ik hoor de toeter, maar dit kan niet de boot van Sinterklaas zijn. Is dat wel de boot van Sinterklaas? Kom. Nee, dat kan niet. Nee, een beetje meer verder. Ga maar verder. Ga maar door de mist heen. Ja, wat hebben we daar nou aan, zeg? Dat is één grote mist. Dan kun je toch niet uitzenden zo op de televisie. Je kunt toch niet een paar boomtakken en mist uitzenden. Wat zullen de mensen er wel van denken? Nou, dat heeft vast die nieuwe hoofdpiet gedaan. Die heeft van een bootje, een heel klein bootje gemaakt. Nee, nee. Wedden. Kijk, hij kan er niks van. Hier is de kapitein. En hier is Sinterklaas. Ja. En de hoofdpiet. Nou, dat is hem nou, meneer Plaatjes. Die lange daar, die lange dweil. Hij kan er niks van. Zie je wel? Hou dat nou toch. Daar is het voor. Zie jij land? Ja, ik zie daar land. Ja, ik ook, ja. Kijk, ja hoor, ja. Welk land is dat? Ja, Sinterklaas ziet wel land. Maar wij zien Sinterklaas niet. En we zien wel de burgemeester. Kijk, die man met zo'n, een beetje mooie, vlotte ketting. En zo'n hoedje en zo'n bril. Zie je, dan ben je heel hoog. Als je dat krijgt, dan ben je hoog, jongen. Dus als je dat op school om doet, dan ben je heel, heel hoog. Dan ben je burgemeester van de klas. Ja, eens even kijken. Nog mist. Gewoon mistshots. Jong, meneer Plaatjes, ja, dat zijn wij. Heeft die nieuwe hoofdpiet die heeft het gedaan. Die weet de weg gewoon niet. Die kan er niks van. Hou nou toch een keer op erover. Hou er nou toch over op. Kijk hier. Nee, dat is natuurlijk ook niet de boot. Een of andere kanopiet. Ja, hij heeft alles fout gedaan, die nieuwe hoofdpiet. Hou nou toch een keer op erover. Gewoon sloes. Om het maar eens Nederlands te zeggen. Sinterklaas. Oh ja, daar heb je. Zo. Zie jij het ook, Plaatjes Piet? Je hebt een veldje op je lens, hoor. Zo, nou kan je het beter zien, hè? Ja, want de kinderen thuis mogen net zo goed meekijken als jij. Oh, kijk daar. Het is een boot die vaart alsof het helemaal niet mistig is. Oh, wat een verdriet, zie je wel. Omdat Sinterklaas nog maar steeds niet aankomt. Ze denkt natuurlijk dat hij verloren is gegaan in de mist. En dat hij in een andere plaats aankomt. Volendam, bijvoorbeeld. Oh, wat een mens. Allemaal de schuld van die nieuwe hoofdpiet. Ja, meneer Plaatjes, even. Nou, kijk. Wat? Wacht, ik zie een lichtje. Ik zie een lichtje daar, onder die lantaarnpaal. Zie je dat? Een dwaallichtje. En zou dat de boot van Sinterklaas... Dat is de boot van Sinterklaas! Ja. Voor mensen met goede ogen. Dat is de boot van Sinterklaas. Kijk. Pakjesboot 12. Ja, dat is een beetje. Wat is dat een mooi gezicht, zeg. Ja, oh. Nou. En dan zie je, kijk, van de boot ook, zien wij ook de haven van Monnikendam. Sinterklaas heeft er iets. Oh, kijk eens hier. Daar komt hij aan. Wat fantastisch, zeg. Hij heeft ons gezien, meneer Plaatjes. Dan komt hij de goede kant op. Wat is het nou? Dat is eigenlijk ook weer wel een gelukje, zo mist. Want dan zie je hem echt mooi aankomen, hè. Oh. Och, jongen.
Waarom doen ze dat op de televisie niet altijd met heel veel mist? Dat is toch eigenlijk veel mooier? Dan zie je de eerste 5 minuten niks en daarna zie je zo'n boot opkomen. Dat is tenminste televisie. Wat een beeld zeg. En kijk eens, die boot maakt natuurlijk ook heel veel mist, hè. Oh, wat een schip. Dan pak je, en hier de burgemeester, die staat vooraan. En daar komt de boot. Fantastisch. Nou, gelukkig, meneer Plaatjes. Nou komt alles tenminste toch nog goed. Ja, ha, dankzij mij. Ze hebben het ook helemaal niet koud, dat zie je ook. Prettig is dat. Ja. Goed zo, Piet. Hé, hey, je bent echt een hoofd, Piet. Kunnen we nog niet verstaan, hè? Nee, blijf maar hier. Ik even een andere kant. Ik let hier goed op. Is goed. Och, 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 och. Als je me niet wat tegen een de kant groot schip, hè? Als je me niet tegen de kant nee, nee, dat draaien, is nog draaien. Ja, ze draaien. Hij luistert. Draaien, goed zo, goed zo. Maar hij is wel smal. He? Hij is een beetje hoog en smal als je dat zo ziet, die boot. Ja, je ziet, is hij misschien smaller geworden? Nou, de pakjes zijn wat smaller geworden dit jaar. En er loopt ook allemaal water uit, is hij lek? Nou, het is een hele oude boot, hè? Ja, het is een hele oude boot. Er stonden hele hoge golven. Weet je wat wij doen? Wij gaan er eventjes heen. En dan gaan we eventjes met Sinterklaas praten. Ja, dan laten we dat doen, meneer Plaatjes. Dan lopen we daarheen. Zo, als ik het toch niet was, was alles weer misgegaan, hè? Gaat u mee, meneer Plaatjes? Oh ja. Ik zie het. Wij zijn zo op, hè? De andere kant gaan. Ik vind het goed idee, Sinterklaas. Kun je even helpen? Ja, dat gaat wel goed hoor. Sinterklaas! Sinterklaas! Dag, dag Sinterklaas! Nieuw hoofdpiet! Geluidspiet! Plaatjespiet! Nog een plaatjespiet! Waar zat je? Waar zat je? Kijk. Ongelooflijk. Zie je dat? Die boot is lek. Hij is lek. Kijk dan hier. Oh, 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 oh. Meneer Plaatjes. Maar ze komen wel uit de kant, hoor. Moet je kijken, daar, die lange dweil. Dat is hem. Dat is ja, hem. Ja, nou moet je hier hem ophouden. Nou gaan we vrienden worden, hè? Ja, goed, goed. Allemaal niks aan de hand. Kom maar rustig. Even het gaat allemaal heel goed. Even hier nog een klein. Nog een metertje. Kijk maar hier, nog een metertje. Zie je? Helemaal fantastisch. Ja, we zijn er bijna. Ja, ja. Helemaal geweldig. Ho, ho. Ik kom zo bij u, hè. Daar kom ik zo naartoe, hè. Sinterklaas! Hoe zit u mee? Sinterklaas! Ah, zit heer. Zit hij goed? Ja, heer. Fijn. Je moet harder praten, meneer Plaatjes. Hij hoort dat niet. Sinterklaas! Ja, Wegwijs, Piet. Ik zal er wel een stukje hier naartoe trekken. Ja. Ja, pas nou op. Pas nou op. Dat is heel gevaarlijk. Trek hem wel hier naartoe. Heel gevaarlijk. Kom maar. Ja, doe nou geen... Doe nou geen fouten meer maken. Nee. Hè? Bemoei je er nou maar niet mee, meneer Plaatjes. Ik doe dit al jaren. Ja, goed. Kom maar, ik trek hem hier zo. Ja, ja. Nou ja, hier. Zo. Prachtig. Zo, doe maar open. Zo, deur even openmaken. Zo. Loopplank. Loopplank. Ja, loopplank.
Help nou even mee. Nee, dat kunnen zij. Help nou even mee. Kunnen ze zelf. Moeten ze zelf kunnen. Ja, nou. Ze kunnen het weer niet. Doe ik het wel. Kom maar, jongens. Ja. Nou, even luisteren, hè. Ik ga het goed maken voor je. Ja, goed. Ja, ja. Doe je best, hè. Ja. Sinterklaas. Ik ben er, hoor. Sinterklaas. Welkom in Monnikendam. Leuk. Sinterklaas, er was een klein probleem. Is dat zo? Ja, de wegwijspiet, die was al vooruit gegaan. En die had dus verteld dat hij hoofdpiet was. Maar ik heb hem verteld dat hij nu goed bij zijn hoofd is. Oh, dat is en dat waar. U daar een andere man heeft. Daar heb ik helemaal niks van gemerkt, hoor. Of nee. Even naar de burgemeester. Ja, de burgemeester staat daar. Kijk, hij doet zijn hoed al af. Ik heb alles hier geregeld. Dat is de burgemeester. Ik heb alles geregeld hier, Sinterklaas. Alles is in orde. Goed zo, wegwijs, Piet. Ik wist het wel. Heeft u misschien een lijstje gezien? Nee. Een lijstje? Nee. Zo ongeveer zo. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, eerlijk. Dag, burgemeester. Klaas, van harte welkom. Dank u wel. Blij u te zien. Ik ben de weg met de hoofdpiet. Ik ben de weg met de hoofdpiet. Kun je voorstellen? Een nieuwe hoofdpiet? Ja, ik ben de hoofdpiet. De burgemeester van Monnikendam. Ja, is de burgemeester. Ja. Goed onthouden. De burgemeester. Burgemeester van Monnikendam. Ja, nou. Aangenaam. Ja. Zo. Spreek hem op. Ja. Erg in de plaats. Ja. Daar ben wij, Piet. Heb jij al... Deze voor mij, hoor. Heb jij wat pippen? Sint-Nicolaas. Burgemeester. Heel hartelijk welkom. Met uw hoofd, Piet. En uw wegwijspiet en vele andere pieten. Wij zijn heel erg blij dat u na 22 jaar weer in Monnikendam voor het eerst in Nederland aan wal komt. U hebt in de tussentijd wat andere plaatsen in Nederland bezocht, maar nu is het dan Monnikendam. Ik vind dat het een fantastische keuze van u is. Ja. Want ik... En waarom, burgemeester? Waarom? Dat zal ik u gewoon vertellen. Op de eerste plaats is dit een oude zeehaven. Ja, dat heb ik gemerkt. U bent over het IJsselmeer gekomen, dat heette vroeger de Zuiderzee. En dat was wat dat betreft een fantastische haven in de middeleeuwen. En dat betekent... Dat hij dat nu nog steeds is, burgemeester. Dat zijn we nog steeds, kijkt u maar om u heen. Overal ziet u de masten van de schepen. Ja. Maar bovendien hebben we twee kerken die aan Sint-Nicolaas zijn toegewijd. Juist. Dus dat kan niet anders. In Amsterdam heb je er maar één, maar wij hebben er twee. Daarom kom ik ook graag hier, burgemeester. Juist. Prima. We houden de kinderen wachten. Ja. Dat begrijp ik. Sinterklaas, u begrijpt dat wij dus in zo'n oude stad... en u ziet mooie torens... enfin, u zult nog hele mooie panden zien... wanneer u straks in uw rijtour... op het mooie witte paard door Monnikendam gaat. En ik hoop dat u een fantastische dag hebt... De kinderen hebben zich bijzonder ingespannen. Sinterklaascomité, volwassenen. Iedereen is reuze enthousiast om u een fantastische intocht te geven. Ik voel me heel erg vereerd, burgemeester. Ik dank u zeer. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Zullen we eens kijken? Wij gaan op pad, Sinterklaas. Ja. Gaat u mee de intocht? Ja. Ik zal u volgen. Heel graag. Was er nu iets? Dag burgemeester. Dag burgemeester. Denk je nou wat je doen moet? Ja, er was iets uit mijn hoofd. Oh, waar is nou mijn lijstje? Mijn lijstje. Mijn lijstje. Wat lijstje? Me niet vergeten nog een keertje na te kijken. Dat weet ik niet waar het is. Wat moest ik nou doen? Nou, weet je er was je iets noemt? Met het paard. Ja, er was iets met het paard. Dus even kijken. Er was iets met het paard. Even kijken of hij wel goed volgetankt is voor de reis. Ja, hij is goed vol voor de rit. Iets met de manen was het, geloof ik.
Even de manenkammen, dat was het volgens mij. Ja. Even. Eventjes. Is het niet gezellig, plaatjes, Piet? Is het niet mooi? Oh, dat ik jullie niet vergeten moet. Vergeten nog altijd even naar te kijken, meisje. Oh ja, hij moet haren kammen, weet hij niet. Hij moet zijn haren kammen. Dag, Americo. Hallo. Ben je daar? Zo. Kijk eens, een echte stoomboot. Kijk, hier. Ja, mag ik dat ook hebben? Ik kan het bijna allemaal niet meer dragen. Piet! Zou jij dat even willen bewaren voor me? Voorzichtig hoor. En dit? Kom, moet je allemaal uit je hoofd kennen. Zo, nou, dan gaan we de tocht eens eventjes beginnen. Nou ja. Sinterklaas! Bedankt. Sinterklaas! Sinterklaas! Waar is Sinterklaas? Staf Piet. Sinterklaas! Dankjewel, Staf Piet. Zorg er goed voor, hè. Ah, mijn lieve, trouwe Americo. Ben zo blij dat je dat bent. Zullen we maar weer? Heb ik dat niet mooi geregeld, Sinterklaas? Heel goed wegwijs, Piet. Ik ben erg tevreden over je. Daar gaat Sinterklaas op het paard. Zo, Sinterklaas op het paard. 300 jaar oud en hoppa. Hey, bijna. Ja. Nog niet echt. Rustig nou. Sint weet wel hoe hij dat doet. Hè? Prachtig. Ja, mooi. Ik ben zo blij dat ik er weer ben, Piet. En mijn eigen Americo weer vind. Zullen we beginnen, Sinterklaas? Heel graag, Piet. Daar gaan we. Dag, kinderen. We gaan. Dag, kinderen. Oh, ja, geef het maar een. Dankjewel, hoor. Ik ga het even bewaren. Alsjeblieft. Staf, Piet. Wil jij dat misschien ook even bewaren? Want, ja... Misschien kan je het even geven aan die Piet die daar, die heeft het allemaal in een zak. Zo. Ja, daar gaan we, jongens. Zijn klaar. Kan niet, Sinterklaas. Daar gaan we. Dag, jongens. Dag, Sinterklaas. Hij is binnen. Hij is in Nederland. Dat is toch maar weer gelukt, hè? Nou ja, die ruzie tussen die twee Pieten, dat viel ook wel mee. Ja, ach je wel. Wat een geweldige stoel. En daarvoor dat prachtige muziekkorps. En die mensen die komen uit Marken helemaal. Ja, die zijn vanochtend vroeg uit Marken gekomen. Met al die toeters en die trommels. En dan heb je de dakpieten. De dakpieten. Die zijn toch razendsnel, hè? Moet je nagaan, die boot is net aangekomen. Wie staan er meteen al boven op het dak? Wel een beetje waaghalzerig te doen. De dakpieten. Om de cadeautjes natuurlijk in die schoorstenen te krijgen. Ja, nog een geluk als je zo'n grote schoorsteen hebt. Even op mijn lijstje kijken wie hier woont. Volgens mij moet Ruben hier wonen. Ik hoor Alexander. Jasper. En Laila. Oh, wat zingen ze toch mooi. Nou, Sinterklaas, kom maar binnen met je Piet. Oh, zo zingen ze zo mooi. Oh. Piet, ze zingen zo mooi. Gelukkig. En kijk, daar staan er van die jongens en die proberen ook een beetje dakpieten te worden. Maar ja, dat gaat niet zo makkelijk. Dan moet je heel lang op school. Dan moet je heel goed kunnen klimmen. En een heel goede acrobaat zijn, hoor. Maar moet je kijken, zeg maar, naar mensen. En kijk, dat zijn nou die markers waar ik het over had. Zie je, die hebben hele, ja, wel mooie kostuums. Een beetje onhandig, denk ik. Beetje onhandige kostuums. Maar ja, dat deden ze vroeger zo, hè. Dat vonden ze vroeger handig. Die Zwarte Piet hebben eigenlijk ook hele onhandige pakken aan. Pieter, laten we hier maar eens even stoppen. Oké. Ik geloof dat ik hier even wil afstappen. Wil je even doen? Je stapt er even af. Hier gaan we net even. Kom. Hier.
hier gaat iets moois gebeuren, Sinterklaas. Nee. Komt u maar eens even mee. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Dat ben ik. Dat ben ik. Dag, Sinterklaas. Hoi. Genoeg pepernoten. Okay. Niet te veel snoep, hè, want dat kan natuurlijk maar een beetje snoepen. Mooie hoed. Nog een Sinterklaas. Wat vind ik het hier leuk vandaag. Ga mee, stap, Piet. We gaan. Het is zo'n feest. Het is zo'n feest. Ja, ja, ja. Verkeerde handje ook nog. Geweldig feest, hè, Sinterklaas? Prachtig wegwijs, Piet. Geweldig, hè? Ik geloof dat jij daar veel voor geregeld hebt. Oh, ik heb het zo druk gehad, Sinterklaas. Kijk eens, kijk nou eens. Ja? Kijk u daar eens, Sinterklaas. En bevalt het jou, hoofd, Piet? Zegt u? Bevalt het jou? Geweldig, Sinterklaas. Ja, ja, ja. Dat is goed, hè? Ja, 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 ja. Oh, nog even hier kijken. Eens kijken, wat hebben we hier? Weer die dak, Piet. Ja, ik kom. Ja, kom. Er zitten een paar die doen een beetje. Kijk eens even. Dag. Oh, die kan ik. Volgens mij is dat Marjolein. En dat is Mari. Andersom. Ja, het is in ieder geval M&M. Ja. Hoe precies weet ik niet. Dag, meisjes. Ja, weet je het nog? Ja. Wat gaan jullie doen? Ja, doe eens, doe eens. Begin maar. Dag Sinterklaas. Ja, Piet, wacht maar even. Wacht even, meisjes gaan het toneelstukje doen. Hartelijk welkom, Sint en Piet, in deze goede stad. Heeft u Sint-Algemeen een goede reis gehad? De kinderen in Waterland voelen zich zeer vereerd dat u hier op de Middendam uw boot heeft afgemeerd. U weet, de grond in Waterland is drassig, nat en zacht. En daarom hebben wij voor u wat handigs meegebracht. U zult bij nacht en ontij steeds maar weer de straat op moeten. Trek daarom deze laars aan. Houd uw droge voeten. Oh, kijk nou toch eens. Oh, een mooi cadeau. Kijk nou toch. Dat is heel handig. Ik wil niet zo lang even vasthouden. Ja, oh, dankjewel, dat is een mooi cadeau. Een heel handig cadeau. Ja. Heel mooi. Maar, wou je nog meer zeggen? Ja. Ja. Wij staan hier voor een zeehoutband. Dus het laat zich wel verklaren dat het heel veel heeft meegemaakt de afgelopen jaren. Hé, hey, broeders, wat doen jullie hier? Gaan we daar naartoe? Ja. Broeders. Broeders. Hallo, broeders. Dag broeders. Dag broeders. Dag broeder. Dag broeder. Goedendag. Dag broeder. Dag broeder. Goed, hè? Mooi, hè? Dag broeder. Dag broeder. Oh. Hoi, Bert. We net de laatste boot gemist. Maar met de bisschop in de buurt, zo goedig en zo heilig, vonden Willibrod en ik ons weer een beetje veilig. We kwamen hier met schop en spa, schiepen land uit water. Maar deze baard, dit oude pand, die bouwden we nog eens later. Ja, ja. We zijn hier hopeloos verdwaald en was van die geschrokken. Wat zie je daar, die twee vrouwen daar? Die met die zwarte rokken voor de Joost zegt dat ze duivels zijn en dat ze heksen heten. Voor de Joost heeft doorgeleerd, dus Joost zal dat wel weten. Ik snap het, Sinterklaas. Dat zijn de heksen. Aha. Ziet u wel? Daar staan de heksen, Sinterklaas. Gaan we daar nu naartoe, naar de heksen? Zij moeten... Nee, oh, jij moet wat zeggen. Ja. Ja, dan moet... Hey, dames, kom eens even hier. Oh, dames, die zijn hier. Ze komen bij ons. Ja. Oh, nou. Niet voor de lol, maar voor gerechtigheid. Hier werden wij gewogen en dus veel te licht bevonden. Ja. Toen hebben Jan Rap en zijn maat ons aan een paal gebonden. Daaronder werd een fik gestookt. Daar sloeg ons laatste uur. Maar toen kwam er een plensbui en die doofde al het vuur. En iedereen kon naar huis. Iedereen was nat. En ik zei... Eucalypta, meid, we gaan. Ik ben nog zat. Wat ziet mijn oog? Wat ruikt mijn neus? Wie is die rode baas? Wel alle bliksems nog en toe. Dat is Sint-Nicolaas.
mooie ondeugden zijn dat. Mooi Sinterklaas, ja. Mooi gedaan, hè. Even kijken wat ze daar doen. Kijk, zijn ze aan het eten volgens mij, Sinterklaas? Neem me niet kwalijk. Piet, kom eens hier. Ja, Cornelis Dirksson is de naam. Ja. Voorwaar een hele eer. Wij drijven handel. In dit pand wordt onze waar gewogen. U staat hier in een rijke stad en dat is niet gelogen. U kwam met Spanje en met Spaans. Een Spanjaard, dat is cru. Kent u, als ik het vragen mag, ook ene Bossu? Wij hebben hem met mannenmacht het zeegat uitgedonderd. Hem en zijn Spaanse oorlogstuig geen enkel uitgezonderd. Dus heeft het was ginder op de Zuiderzee. Daar kwam hun vloot op rukken. Maar wij waren lang niet bang. We schoten ze aan stukken. Dus heeft u bloze pannetjes. Voorwaar, het zou me spijten. Maar ik zou u zonder slag of stoot de Gooise kaaien smijten. Nee, dat moet je niet doen. Want dat is allemaal heel lang geleden. En de Spanjaarden zijn nou onze vrienden. Ja, toch? Maar het is wel heel mooi wat je zegt. En nog meer? Ik wens u nog een goede middag. Ah. Maar wees heel braaf. Anders krijgt u last van traanheer, last van waterlanders. Oh, wat is mooi. Geef mijn hand. Mooi gedaan. Ik ga het weg. Ben je nou boos? Volgens mij was hij... Kijk nou eens, wat zijn dat voor lui? Kom eens even. Vooruit, schiet op. Het is jullie beurt om Sint een hand te geven. De naam is Piet. Dag Piet. Hij heet Cornel. Dag Cornel. In visvaren. In visie waren de vaste wal is niet voor ons. We houden niet van aarde. De Zuiderzee was ons. Even de kinderen zijn even iets moois aan het voordragen. De Zuiderzee was ons gebied, ons huis, een vissersboot. Dat ene lelie verderop de Zuiderzee afsloot. Want als ik die man te pakken krijg, dan breek ik hem zo mijn benen. Want door hem zijn alle hangen compleet uit zee verdwenen. We staan nu in de rokerij. Het was uit voor we het wisten. Die onze aal en paling koopt, dat benen de toeristen. Oh, ja. Kijk daar, daar zit het in een paar. De centen te verteren. Kom Piet, we nemen er nog een om onze keel te smeren. Hey Piet en Corneel. Dag, dankjewel hoor. Mooi, wat leuk, Sinterklaas, wat leuk. Zeg, zullen we eens kijken of we wat te eten kunnen krijgen? Ja, volgens mij zijn dat toeristen die schrikken op honger. Ik heb wel trek, Sinterklaas. Dag, toerist. Dat is een lekkere, dikke pannenkoek met suiker. Wat willen voor ons drinken? Ik iets drinken? Nee, ik ben heel vriendelijk van je, maar er zijn nog zoveel kinderen die op mij wachten. En het paard wacht. Smaakt het? Ja. Ja? Lekker een pannenkoek met dik... Ik moet niks zeggen. Jij bent tenslotte jarig en dan willen we klinken. Ja, nou dat is goed. Een beetje rond. En van de deze tijd. Wat ook een pakken zeggen, het is een monument. Ja. Nou, dat is prachtig toch, maar man, ze bakken zijn gek. En ze hebben champignons met stroop, met kaas, met spek. Je eet ze helemaal omgaand. Kom, eet een stukje mee. Nou, het ruikt heerlijk. Ik heb de bos op zand van aan de zee. Sint heeft nu geen tijd en moet nog veel gedaan. De groeten en nog veel plezier. Kom Sint, kom Piet, we gaan. We gaan. Ik wil dag, klappen, Piet. Ik wil klappen. Dag. Zo mooi geweest. We gaan. Dankjewel hoor. En eet smakelijk, hè. Prachtig gedaan, jongens. Prachtig gedaan, dag, maar Sinterklaas, kijk eens wat deze zwarte pieten doen. Dat zijn acrobatenpieten. En dat is waarschijnlijk wel een hoofd van zo'n dakpiet. En die geeft ze dan les en zo. En dan gaan ze jong leren, dan gaan ze op hoge fietsen, nog hogere fietsen, nog hogere fietsen. En op het laatst mogen ze op het dak. En dan mogen ze met de pakjes jong leren. We gaan, hè? Ja. We gaan. Wat krijgen we nou? Dat kindje is aan de drank. Maar dat is natuurlijk gewoon appelsap. Kijk, die gaat ook weer iets ingewikkelds doen, die ene. We moeten weer doorgaan, hè? Naar de andere. Het is te veel om op te noemen, eigenlijk, hè? Ja, kijk, die lieve mevrouw die heeft bloemen en een popje bij zich. En dat is met die oranje muts, dat is misschien wel een hele hoge Piet. Die heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dankjewel, hoor. Ja. Misschien een volgende hoofdpiet, je weet het nooit. Je weet het nooit. Even kijken in het wegwijs. Kijk, een niet vergeten lijstje wat we nou moeten doen. Ja, flauw, hè? Als hij het maar niet ziet. Flauw, hè? Okay. Ja. Gaat hij toch stiekem even in dat lijstje kijken.
En dan gaat hij zeggen dat die andere Piet het niet uit zijn hoofd weet. Sinterklaas! Sinterklaas! Daar staat een klein meisje dat heel erg graag een stukje met u mee wil rijden. Zou dat kunnen? Oh ja, daar staat een meisje die met u mee wil rijden. Het meisje? Ja. Zullen we dat doen? Natuurlijk doen we dat. Kom eens hier. Kom maar. Anouk. Aan deze kant, Sinterklaas. Wil jij met mij mee rijden? Anouk. Ja, staat op de muts. Hè, Anouk. Nou, wie tilt er even op? Kom maar. Vader Pieter, doen jullie dat? Kom maar, Anouk. Andersom. Pieter. Andersom. Oh. Anouk. Nee, kijk eens, het zijn de turken. Kan jij vasthouden? Geef maar aan de Zwarte Piet. Ja, ja, ja. Dankjewel. Wat leuk voor Sinterklaas. Kan er niks gebeuren, hè? Oh, wat leuk, hè? Anouk, dan zorgen twee thuisbrengpieten die zorgen dat jij straks weer naar mama komt. Ja? Is dat goed? Nou, daar gaan we. Daar gaan we mee. Wat een feest, wat een feest. Daar gaan we. Teugels vast, Anouk. Kijk, dat zie je bij ons de koningin nooit doen, hè? Wat een goed idee van jou, Anouk. Sinterklaas wel, hoor. Je mag zwaaien. Kijk, net als Sinterklaas, met één handje. Zo. En ook de andere kant zwaaien, Anouk. Anouk, dan moet je je teugel vastpakken met die hand. En dan zwaai je met je andere hand. Geef het Anouk dat voor kinderen. Jongen, jongen, kijk nou toch. En er wordt nu al heel veel gestrooid. Niet omdat het glad is, maar omdat de kinderen honger hebben natuurlijk. Nou ja, honger, trek. Laten we zeggen, trek. Ik geniet het niet, zeg. Zit je lekker, Anouk? Anouk zit zo lekker. Ah. Kan Sinterklaas ook allemaal niks schelen, hè? Anouk. En dat komt omdat Sinterklaas er alleen voor de kinderen is. Ja, dat maakt hem leuk. Al die hele hoge pieten, ja, hoge regeerders en zo, ook alleen er voor de kinderen waren, dan werd dat allemaal een stuk leuker. Mocht je ook eens mee rijden in de gouden koets of zo? Ja. Leuk, hè, Stafpiet? Ja. Jongen. Wat een mensen, hè. En die stad is helemaal versierd met vlaggen en met die etalages alle helemaal. Met Sinterklaas en Zwarte Piet. En met kabouters van marsepein. Oeh, dat lekkere marsepein. Oeh, dat is ook zo lekker. Het water loopt me gewoon in de mond, weet je dat? Kijk nou toch eens. Heb je de markers weer? Ik zie wel, ze lopen een beetje vermoeid. Maar ja, ze zijn vanochtend al uit Marken komen lopen. Ook wel heel erg. Het geeft allemaal niks. Wat zullen die kinderen in Anouk's klas toch jaloers zijn, zeg. Dat zij zomaar op het paard van Sinterklaas mag meerijden. Zelf ook wel willen. Kijk eens daar. Wat is dat nou? Dat zijn van die broeders die we net hebben gezien, maar dan groot. En altijd maar zo alleen op het paard. Gezellig met z'n tweeën. Doordraaien, anders geeft het niet. Zie je, die wegwijs Piet, die heeft er alweer een beetje lol in. Ach ja, het is een beetje moppenkont. Sinterklaas, even stoppen, Sinterklaas. Dat is de hoofdbakker. Hoofdbakker? Anouk,
Kom jij eens mee. Mag ze niet verder? Kom eens mee, Anouk. Ik heb iets voor je. Een verrassing voor je. Nou, dag Anouk. Dankjewel. Kijk, een kusje. Anouk moet er nu af. Dankjewel, Anouk. Ja, genoeg is genoeg, hè, natuurlijk. Heel goed gedaan, hoor. Zo. Kom mee, Anouk. Anouk. Bijna mijn stola meegenomen, zeg. De hoofdbakker heeft iets. En lekker voor jou. Ja, ik heb de hoofdbakker. Dag, hoofdbakker. Dag. Mocht jij meerijden met Sint-Nicolaas? Zeg, fijn, hè? Kom er maar even bij, kan je nog wat leren. Nog een bier, nog een bier. Ik mag eens eventjes voorstellen. Hij moet het nog leren. Hoofdpiet. Hoofdpiet 2. Ja, God, wat een uitgebreid soort mensen. Ja, nee, je weet het wel, hè? Ja. Ik ben de hoofdpiet. Ik ben de hoofdpiet, ja. Zeg, nou, wacht even. De hoofdbakker heeft namelijk iets voor Anouk. Ja, ja. We hebben hier allemaal speculaaspoppen. En die mag je alle drie meenemen. Drie speculaaspoppen. Show. Geef je ze aan alle ze goed en je broertjes en je vriendinnetjes? Ja. Ja? Nou, eet smakelijk, want ze zijn heel lekker. En nu zullen we naar huis brengen, Pieter, jou en de mama. Doen. En als jij zoet bent? Ja. Oh, als je maar zoet blijft, hè? Ja. Ah. Naar huis brengen, Pieter! Oh. Anouk gaat weer naar mama toe. Dag, dag Anouk. Nou, hoofdbakker. Hoofdpiet. En dan wil ik jou even spreken. Oh, Snoep, wacht. Jullie moeten met elkaar spreken. Moet ik mee? Moet ik mee? Met Sint-Nicolaas even. Oh, ach, hoofdbakker. Ach, dag Sint-Nicolaas. Het is een eer om u te mogen de handen schudden. Ik ben heel blij. En hebt u nog wat speculaaspoppen gemaakt? Want ik kwam er 1 of 2 tekort. Nou, ik denk dat ik er nog wel 20 meer voor u heb. Dan is het in orde. Sint-Nicolaas, niet waar? Dank u wel. Allemaal tot ziens. Dag, hoofdbakker. Ja, en ik heb er ook nog één. Nou ja, een halve. Dus ik moet straks maar even naar die koekenbakker toe. Ja, dag, hoofdbakker. Dag, tot volgend jaar, hoofdbakker. 100%. Dat is lekker, hoor. Koekenbakker. Kom maar. Ja. We gaan weer verder. Dag. Allemaal. Handje. Go. Als je maar zoet bent, zei de bakker. Ja, maar de bakker houdt ze zoet. Oh, verder kunnen we niet, Piet. Hier is een grote opstopping. Nee, die hoofdbakker. Ja, mooi. Die bakker ken ik al heel lang. Dat is een hele goede bakker. Ah, daar is het niet. Kom op. Ja, dat zijn de grote trommen. Daar houdt Americo zo van. Dan maar Sinterklaas. Dat is ik. Hou je ook veel van muziek? Nee, hou je niet van muziek? Nou, zie je die strenge mevrouw hier voorop? Muziek? Ja. En die heeft een hele lange stok. Kan je mee en er zit een scherpe punt aan. En iemand die het niet goed doet, die krijgt zo'n prik met die stok. Ja. Zullen we, Piet? Die is hoofd. Piet, zullen we? En daarom spelen ze zo goed, die markers, hè? Ja, dat komt door die vrouw met die stok. Moet je opletten. Er loopt daar die ene Piet met die oranje muts en die oranje veer, die loopt met die staf. Die heeft een staffunctie gekregen, die Piet. Zie je dat? Kijk, je ziet hem zo. Kijk, komt hij aan. Ja. Ja, dat is een hoge Piet. Ja, dat is hem. Ook belangrijk. Heel belangrijk. Gaat hij het bochtje om. Oh, kijk, heb je weer dat shot met zo'n mist. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste, hè. Eigenlijk, ik ga een brief schrijven naar de televisie dat het altijd mist moet zijn. Dat is het mooiste wat er is. Kijk nou toch eens. En hoe gelijk ze lopen, hè. Oh, het waait vanzelf al omhoog. Echt prachtig. En dan heb je die broeders weer. En die hebben zo'n raar ding bij zich. Het lijkt wel iets van een beetje een pomp. Een rare pomp. Dat is een surprise dit. Ja, ik weet niet wat ze daarmee willen doen, hoor. Misschien komen we er nog wel achter. Ja, is leuk. En al die kinderen zijn ook allemaal blij. Die zwaaien naar thuis. Want ja, de helft van Nederland is hier in Monnikendam. En de andere helft van Nederland zit voor de televisie. Nederland is leeg. Absoluut. Nu loopt het allemaal op rolletjes. Ja, dan kan het denk ik ook niks meer misgaan. Dan gaan ze dat grachtje zo langs. En ik dacht dat ze dan weer het bruggetje overgingen. En dan, nou ja, ergens Monnikendam in. Maar het loopt allemaal goed nu. Het
loopt op rolletjes. Dag lieve mooie blonde. Ik tik alsmaar tegen de microfoon, merk je dat, Piet? Mooi weer ook, hè? Een beetje een zwemshot is dit van de camera, vind je niet? Rij je met die touw en dan zo laag in het water. Ah, kijk, dat is onze grote vriend. Wat gaat hij doen? Die gaat natuurlijk op die pakjes af, hè? Want die weet natuurlijk dat die visjes erin zitten die de wegwijspiet besteld heeft. Kijk, komt alles toch weer goed? Die reiger, ja, die eet geen pepernoten, die eet alleen maar vis. Ah, kijk, dat is die boot met die pakjes. De boot met de pakjes en die, ja, die hadden die pakjes uitgeladen naast het grote schip. Dat hadden jullie in het begin wel gezien. En daar vaart hij natuurlijk met die pakjes weer naar, nou ja, achter Sinterklaas aan. Dan konden ze hem allemaal meeslepen natuurlijk. Zie je dat? Er zitten misschien ook cadeautjes voor jou in. Ja, of voor je zusje, of voor je broertje. Misschien wel een nieuwe stropdas voor je vader. Ja. Wat zou je nou je moeder geven? Een paar warme wanten. Dat lijkt me een nuttig cadeau. Stop eens even, Piet. Stop eens even. Wat er gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er nou allemaal? Wat gebeurt daar? Kunnen jullie dan nog goed zien? Gebeurt er iets? Er is toch iets met boten? Moet je even kijken. Het gaat niet helemaal goed, geloof ik. Dat gaat niet goed uit. Oh, dat gaat niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. Die boten gaan tegen elkaar uit. Dan moet je naar die politieagent gaan. Gestolen, Piet. Dat gaat niet goed. Kijk, nee, naar links. En jij naar links. Naar links. Nee, dat zijn de pakjes voor. Tim en Sarah, die moeten naar rechts. En de andere pakjes moeten naar links. Andere kant op. Boekenpiet. We moeten nu iets bedenken. Jij gaat naar bakboord. En jij gaat naar stuurboord. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Dat is het. Dat is het. Zo moet het. Oh ja. Je leert het nog wel. Hard werken, kom op! Ja, Boekenpiet, zie je? Die kant op! Zie je, Boekenpiet? Links met z'n tweeën, onder die brug door! Doe maar! Eentje stuurboord en eentje bakboord! Goed zo! Kijk, dat hebben mijn Pieten daar even goed opgelost, zie je? Dat die kunnen zo goed samenwerken, die twee! Mooi, hè? Gaat allemaal goed! Wij gaan weer verder! Ja! Dag! Kom, we gaan maar weer verder. Oh, weer opgelost. Een ruzie op het water met twee pakjes bootjes. Ruzie om niets. Laten ze ook nog die lijst vallen. Die hele dure lijst. Ah ja, kijk, dat is die strenge mevrouw. Kijk, nou, ze lacht wel hoor. Ze vindt het ook wel leuk hoor. Ik versta je niet. Leuk om te doen. Maar goed, dat is helemaal opgelost nu met die Pieten. Die zijn vrienden. Vrienden voor het leven. Kan doen. Let maar op. Ja, dat kan ik even niet zien. Oh ja. Ja. Nee, dat komt allemaal nog goed. Kun jij dat even doen? Misschien de stap niet even. Dankjewel hoor. We gaan maar weer, hè? Ja. We gaan maar weer. Tot straks. Dag allemaal. Bedenk me net, ik moet me eigenlijk voor de volgende keer een niet vergeten uit mijn hoofd leren lijstje. Dat moet je leren. Help me onthouden. Uit je hoofd leren lijstje leren. Help me onthouden. Doe ik dat ik dat niet vergeet. Ik ken het uit mijn hoofd. Ja, uit mijn hoofd. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja. We komen er wel uit. We komen er wel uit. Daar komt Sinterklaas. Ah, daar is Sinterklaas. Ga mee. Die kan goed, hè jongens. Heel goed. Ja, jullie zijn heel goed hoor. Ja, Sinterklaas. Dat heb ik wel mooi geregeld.
geregeld. Daar zijn ze weer. Dag jongens. Ik vind het een prachtig. Jee staat erachter. Je. Ik weet niet wat het betekent. Marke staat er ook bij. Ja. Je hebt het al gezien. En dan komt Sinterklaas. Die moet hier achteraan komen. Links. Links om de hoek. Nee, andere hand. Links. Kijk, let op. Zwarte Piet, Zwarte Piet. Goed gezet, hè? En nog een Zwarte Piet. Hou er niet af, hè? En nog een Zwarte Piet. Nog één. En nog een. En het paard en Sinterklaas. In de hoop. Waar gaat het nou naartoe eigenlijk, hè? Een handje geven. Kan je erbij? Mooi, je hebt dezelfde kleur als ik zie. Je Sinterklaas altijd kijkt hij naar de kinderen. We mogen weer, Piet. Jij krijgt pijn, lekker, Piet. Zwarte Piet. Dag, Piet, we gaan weer. Och, moet je kijken wat een mooi bruggetje dat is, hè. Dat is toch ook een mooi bruggetje. Het is allemaal een beetje oud, maar het is wel goed oud. Het is goed oud. Stevig oud is dit. Gaat die weer een bocht op? Even een ommetje maken, hè? Even een ommetje maken, zegt hij. Je mag toch naar de beestenmarkt, ik kom zo. Ga maar vast naar de beestenmarkt, ik kom zo. We gaan naar de beestenmarkt, zegt hij. Nou, mijn nieuwe. Zullen we even ruilen? Even gauw, dankjewel. Maak hem dan. Oh. Daar komt hij weer aan. Op weg naar de beestenmarkt. Hey Piet, ik heb nog een cadeautje. Dankjewel, Sinterklaas. Oh, het zit jij hoog, zeg. Ah, mooie mutsen zijn dat hier ook toeters, dat is een mooie. Ja, reuze toeters. Oh, heel mooi. Zie je dat? Die zit ook hoog. Misschien al bij de beestenmarkt. Dat weet ik niet. Surprise, jongens. We weer. Gaat goed. Gaat goed, de Piet. Kom maar gauw naar de beestenmarkt. Kijk, strenge mevrouw. Ja, die heeft ze wel goed onder de duim, hoor. Kijk nou, ze kan niet onder de deur door. Kom eens naar buiten. Even stoppen, jongen. Stop eens. Die broeders weer. Wat gaan ze nou een misschien mooie iets doen? Heb jij? Hebben die zelf gemaakt? Ja. Misschien heeft de Piet nog wel een pepernootje voor jou. Pepernoten, Piet. Morgen weer, hoor.
Dat is helemaal geen broeder, dat is een zuster. Vermomd als broeder. Ja, maar mij foppen ze niet. Welke naam? Oh, dit zal de beestenmarkt zijn. Ja, daar zijn we allemaal weer. En nou is Sinterklaas natuurlijk ook op de beestenmarkt. Kom maar. Laat los. Laat los. Grapje. Was je bang? Nee. Moet dat hier, zeg. Er is geen doorkomen aan. Wat een kinderen. Wat doen we, Pieter? Gaan we er hier af? We gaan er hier af, want daar staan een miljoen kinderen te wachten. Zeker wel, zeker wel. Komt u mee? Zullen we? Ja. Pas op hoor, dan gaan we een grote zwaaistap. Nee, je moet opzij. Maar ik doe een grote zwaaistap eraf. En dan doe ik je misschien pijn. Ja. Sinterklaas. Gezellig, hè? Leuk, hè? Het is zo vrolijk, hè? Het is geen mist meer. Het is alleen maar vrolijkheid. Nou, we gaan even naar het podium. Wat een gevaarlijke Piet. Maar ja, die heeft natuurlijk even een cadeautje boven. Kom maar naar het podium, dan kan je het allemaal goed zien. Sinterklaas komt eraan. Lieve Americo, dankjewel. Je hebt het weer zo mooi gedaan. Kunnen jullie Piet dankjewel, door, Piet. Sinterklaas komt eraan, jongens en hoi, meisjes. Piet en strooi, Piet. Ja. Kom maar, Sinterklaas. Ja, we gaan. Ik voel me zo lekker. Ja. Sinterklaas komt eraan, jongens en meisjes. Ja, nog even. Daar komt hij. Te leuk allemaal. Ja, hij is nu bij het trappetje. Grote kinderen, kleine kinderen. Ja. Eerste treetje. Ja. Tweede treetje. Derde. Daar is Sinterklaas! Ja. Daar is hij. Wat een feest. Oh. Wat een heerlijk feest. Kijk u daar toch eens, Sinterklaas. Miljoen kinderen staan op u te wachten. Dit is voor de staf, Piet. Hoofdpiet, dat dan moet allemaal gescheiden worden. Ja, ja. Speciale staf, Piet. Ik ben zo blij. Ja, dat is mooi. Wat een goed weer, hè. En wat is Monniken dan mooi, hè? Prachtig. Ja, ik wist het al, maar ik heb het weer gezien. Hoe mooi het is. Heeft u daar gekeken? Waar? Ja, ook. Ja, 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 ja. Miljoenen kinderen, Sinterklaas. Heb je ze geteld, Piet? Ja, dat kan ik heel snel, hè. Dat hoe weet ver wel. Was je? Bij 200.000 miljoen en 6, daar was ik gebleven. 200.000 miljoen? Zit er daar nog één? Dat is dus 200.000 miljoen en 1.007ste. Ik denk het wel. Wat veel, hè? Dat vind ik heel veel. Ja. Zouden die allemaal hun schoen zetten vanavond? Die paardenpiet, die rijdt zetten jullie allemaal lekker terug. Ja, Sinterklaas, ja. Maar. Ja. Maar dan moet ik er wel iets bij zeggen. Want jullie mogen allemaal je schoen zetten. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn bij 2.300 miljoen 6 en 7 kinderen. Nou, maar we dat doen wel. Dat kan een paar dagen duren. Nou, het zou een vergissing zijn als iemand niet iets in zijn schoen krijgt. Vandaag al. Maar we proberen het wel, Sinterklaas. Ja, met allemaal. Ja. Ze werken hard en met plezier. Hé, beetje huilen. Kom maar even bij Sinterklaas dan. Mama kwijt. Dat ziet je moeder vanzelf. Dat jij Anne? Sinterklaas bent, Anne. Anne, kom eens. Kom maar lekker bij Sinterklaas. Zetten we de muts op. En nou ziet mama. 1, 2, spring. Dat jij bij spring. Sinterklaas bent. Oh. En nou weet ze gelijk waar je bent. Blijf je even lekker bij ons. Moeder van Anne. Dit is Anne. En dit is Sinterklaas. En dit zijn de Zwarte Pieten. Dit is Anne. En ze is in goede handen. Maar ze is Anne. Toch liever bij jou. Dus kom er maar straks even halen. Ja. He? Mama Anne, heeft u het gehoord? Mama. Ja hoor, ze heeft het vast gehoord. Het komt allemaal goed hoor. Blijf je lekker even zullen wij vragen of de kinderen voor jou wat zingen? Ja, ja, ja. Dat vraag jij het eens, Piet. Zeg, kinderen, luister eens even. Anne is de mama kwijt. Maar zullen wij met z'n allen eens eventjes wat gaan zingen voor Anne? En voor Sinterklaas natuurlijk. Ja. Ja? Wat moeten jullie zingen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal. Super. Ja, hoor. Dat komt hoor. Heb je er al gezien? Dat is
altijd voor Anne. Ja, nee, dat komt wel goed. Er zijn helemaal geen pepernoten voor je, Anne, nee. Maar ze komen wel, hoor. Zeg, snoeppieten, kom eens even gauw hier. Ja. Anne wil een snoepje hebben. Ja. De snoeppieten. De snoepje kan zo lekker zijn. Kijk eens even aan, want we hier is dat genoeg? Anne. Doe jij maar eens even een flinke hand in de zak. Nou, zo zouden ze allemaal hun moeder wel even kwijt willen zijn, ja. Denk ik. Ja, ik doe ook maar. Nog wel zelf, Sinterklaas. Nee, maar. Zo, Anne. Zo. Goed zo. Lekker, hè? Lekker. Nou, dat is wat. Jij gaat hier niet weg voordat je moeder terug is, hoor. Zo is dat. Blijf lekker bij ons. Wacht er gewoon net zo lang. Zeg Pieter. Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Ik ben in zo'n verschrikkelijke goede bui. Ja. En ik ben zo blij dat de hoofdpiet en de wegwijspiet zo vreselijk goed samen hebben gewerkt. Ja. Er kan niks misgaan. En er is ook niks misgegaan. Nee, Sinterklaas. Alles is goed gegaan dit jaar. Ja, het is allemaal goed gegaan. Ik heb het allemaal geregeld. Ja, het is allemaal goed gegaan. Zal ik jullie belonen? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, graag, Sinterklaas. Zal ik de Pieten belonen, Anne? Ja, hè? Zal ik jullie als beloning een piepverhaaltje vertellen? Oh ja! Ja, Jottem, een piepverhaaltje. Weet jullie wat een piepverhaaltje is, jongens mij? Een piepverhaaltje, dat is wel zo'n klein verhaaltje. Ja, ja, dat is gewoon ja. Een piepklein verhaaltje. Piepklein verhaaltje. En als je piep hoort, dan is het afgelopen. Ja. Ja, als je zegt piep, dan is het verhaaltje voorbij. Ja, zullen we dat doen? Laten we dat doen. Ja, ja. En dan mogen jullie, net als altijd bij het piepverhaaltje, allebei zeggen één ding waar het over moet gaan, het verhaaltje. Ja, natuurlijk. Dat doen we altijd, hè? Dat mogen wij zeggen. Ja zeg jij maar eerst. Ja, kom jij maar even hier. Nee, kom maar even hier. Piet, kom eens, Luister eens. Weet je nog van toen Sinterklaas... Toen Sinterklaas met die... dat verhaaltje over Sint en de... Sint, toen. En de pepernoot. Zullen we dat doen? Sint en de pepernoot. Oh, ja, doen. Ja. Jongens, meisjes, dat is een hartstikke leuk verhaal. Sint en de pepernoten. Nou, moet je eens opletten. Wat wordt het, Sinterklaas, we weten het. We weten het, Sint. Het moet gaan over Sint en de pepernoten. Oh, nee, hè. Ja, Sinterklaas, beloofd is beloofd. Nee, dat ja. Vind ik flauw. Dat hadden jullie niet moeten doen. Jawel. Moet u echt doen, moet hoor. Het gaan echt over de Sint vertellen. En de pepernoten. Ja, ja, waar, Sinterklaas. Ja, vertellen. Ja, ik heb het beloofd. Ja. Nou, moet even goed nadenken. Er was dus een lantaarnpaal. Nee, Sinterklaas. Nee, over de stil nou, het komt zo. Ja. Er was eens een lantaarnpaal. En die stond voor het paleis van Sinterklaas. Ja. En het licht was aan. Ja. En het licht van de lantaarnpaal keek recht naar binnen. Ja. Moet je goed luisteren, Anne. Keek recht naar binnen in de werkkamer van de Sint. Ja, Sinterklaas. Ja. En daar was ik aan het werk natuurlijk. Ja, Sinterklaas. Ja. En ik las in mijn grote boek. Ja, Sinterklaas. En naast het boek stond een hele grote schaal met pepernoten. Yes. Ja, Sinterklaas. Ja. En toen heb ik er eentje gesnoept. Ja. Nou, eentje. En toen heb ik er nog eentje gesnoept. Ja, maar dat komt. Dat waren kan er niet vanaf blijven noten. En toen kwam ik. En toen smaakte ze alleen maar naar meer. En toen heb ik gegeten. En achter elkaar tot de hele bak met pepernoten op. Ja, en toen kwam ik binnen, Sinterklaas, om te controleren of u aan het werk was. Ja. En wat zie ik? Ik wou een pepernootje nemen. Ja. De hele schaal met pepernoten was leeg. Ja, dat geeft helemaal niks. Op gegeten. En ik geeft werd niks, wakker, want je mag niet snoepen. Nee. Ik werd wakker, Sinterklaas, en ik wou eventjes een glaasje sinaas drinken beneden in de koelkast. En ik wou ook even een pepernootje eten. Leeg. Alle pepernoten waren op. Had Sinterklaas opgegeten? Dat geeft toch niet? Het is helemaal niet gezond om pepernoten te snoepen. Ja, u snoepen en wij niet. Ja, nou ja, dat was niet helemaal in orde, maar ik heb er ook een beetje spijt van. En ik zal het ook nooit meer doen. En ik heb het niet kwaad bedoeld, toch? Nee, Sinterklaas. Niet, jongens, hoe doet de muis? Nee. Piep. Verhaaltjes uit. Nou, dat is verhaaltje afgelopen. Verhaaltjes uit. Ja, het afgelopen. Het is toch nog goed afgelopen. Piep. Oh, het is goed afgelopen. Iedereen mag wel eens een keertje snoepen, hoor. Natuurlijk, heel lekker om veel te snoepen. Jawel. Eén keer.
En ook Sinterklaas mag eigenlijk wel eens een keertje stout zijn, hè? Ja. Eén keer. Ja, niet te vaak. Maar nee. Ik ben best een beetje stout, want ik ben eigenlijk ook nog een beetje een kind soms. Ja. Nou, dat kan je best wel zeggen, Sinterklaas. Ja, we moeten u goed controleren en in de gaten houden. Nou, controleren hoeft niet, hoor. Alles fout. Ja, wel, ja, wel. Hoe vind je het, schat? Vind je het erg stout van Sinterklaas dat hij gesnoept heeft? Ja, hè? Zal ik niet meer doen. Snoep jij wel eens te veel? Ja, neem dit maar. Dat vind ik niet zo erg. Kijk eens. Niet nog maar een pepernootje. Wat? Sinterklaas maar een pepernootje. Naar je broertje toe. Wil je naar je broertje toe? Ja. Waar is je broertje? En waar is je broertje? Laat je broertje ook even komen. Hoe heet je broertje? Wouter. 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 Kom je even hier bij Anne op het podium. Kom maar, Wouter. Ja, kom maar. Kom maar, hoe heet jij? Donnie. Wil je mij een kusje geven? Nee, nee. Alleen een hand. Alleen een hand. Alleen een hand. Geef me een hand. Nee, deze hand. Zo. 1, 2. Hoi, Donnie. Zo. Kijk eens, Wouter. Dat Donnie. Dit is Wouter niet. Oh, dat is niet Wouter. Nee, dat is Wouter niet. Donnie, dat is Donnie. Donnie, kijk eens. Alsjeblieft. Oh, ik hou zo van zingen. Ik denk eigenlijk dat Jordi ook wel een pepernoot wil hebben. Kom eens, Jordi. Kom eens even hier. Jordi, ja, maar... Nee, Jordi wil altijd pepernoten. Ik ken een Jordi. Jij hebt al gehad. Ik ken een Jordi. En jij, kom eens hier. Hey, Jordi. Dag kerel, hoe gaan we met jou? Jij bent het broertje van Anne. Ah. Ja, Wouter. Ja, maar waar is Anne dan? Dat weet ik niet. Anne. Ja, maar Anne ging naar jou toe. Anne, hier is Wouter. Kijk eens. Daar is kijk dan. Kijk, nou zijn Wouter, we er. En weten jullie ook waar je moeder is? Die is thuis. Die is thuis, die kijkt naar de televisie. Dag, moeder van Wouter en Anne. Hier zijn ze. Kom ze maar gauw halen. He? Zeg ze maar gedag. Zeg het maar gedag. Dag, mama. Doei, Anne. Mama. Hoi. Nou hoef Anne. Jij niet meer bang te zijn, Anne. Anne. Zeg maar. Nou is grote Wouter. Zijn we naar mama. Nee, je ziet ze niet. Mama is thuis. Wouter neemt jou mee naar mama. Ja. En mama komt ook hier naartoe. Wonen jullie hier? Nee. Oh. In het nieuwe gedeelte. Het nieuwe gedeelte. Oh. En weet jij de weg naar huis? Met wie ben je dan hier gekomen? Met mijn oom en mijn moeder. Oh. En onze broertjes. En de andere broertjes. Nee, maar je moeder is thuis. Ja, nou, ze is naar huis gegaan en ze komt ons weer ophalen. Oh, er is niks aan de hand. En je hebt Wouter nou. Ja. Ja. Zeg nou, moeder Anne. We blijven net zo lang pieten bij jullie je tot het opkomt. Je komt ze wel ophalen zo direct, hè? Ja, Sinterklaas. Dat echt doen? Ja, ze mogen best hier blijven. Ja, Wouter. Ik wil graag een keer voor je op mijn viool spelen bij mij thuis. Huh? En hier staat het adres op. Geef gauw. Heb je viool bij je? Nee. Nee, hè? Dat is jammer. Maar even kijken, hoor. Het adres van Wouter. Ik wil graag dat je viool speelt. Ik ben gek op viool spelen. Hier, Janala Nacht. Goed. Nee, dat onthouden en dan kom ik naar luisteren. Oké. Okay. Wat speel je? Noem eens een liedje wat je speelt. U heeft een speciale taakstap. Nou, ik heb nog geen boek met Sinterklaasliedjes. Dat geeft niet. Kerstliedjes dan? Nee, heb ik ook niet. Noem eens een liedje. Kortjakje. Nee, maar ik heb wel een ander liedje. Misschien kent u het niet. Fiddler's Fancy. Ja, dat ken ik wel. Fiddler's Fancy. Dat is op de viool. Ja. Ja, dat is Engels voor viool. Nou, ik kom. Sinterklaas, luister. Zouden Wouter en Anne niet samen een liedje voor u kunnen zingen? Ja. Dat lijkt me best wel leuk. Ja. Wacht even. En dan kunnen deze twee kleine jongens er ook bij. Jordi. Anne, bij mij op school. Kom jij ook even erbij? Ja, die zou ik bewaren. Die stop ik in mijn zak. Zo. Willen jullie een liedje zingen voor Sinterklaas? Ja? Zo. Daar is ze weer. Ja, dat is een lief, hè. Het is een schat van een meid. We zijn blij dat Wouter er is. Zit je vanavond je schoen, Anne? Ja, hè? En Wouter ook, hè? Komen wij er wat in doen. Zing eens een liedje voor Sinterklaas. Welke ken je? Sinterklaas kapoentje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Kennen we er nog één, jongens? Ja! Kom maar! Zing hem maar! Stoomboot. Sinterklaas die vergeet gewoon de tijd. En die blijft maar doorzingen met die kinderen. En straks is dat afgelopen natuurlijk. En dan gaat hij weer op zijn paard en dan gaat hij het land in. En dan loopt hij door het hele land heen met al die zwarte pieten. En dan is het feest voor jullie allemaal. En vanavond
mag je je schoen zetten. Blij dat hij er weer is. We gaan nog een liedje zingen, jongens. We gaan met de andere kinderen nog. Kennen jullie Zie de maan schijnt door de bomen? Ja, dat kan wel. Omdraaien. Zo, goed zo. Sinterklaas, wilt u nog speciaal een heel speciaal liedje horen? Ik wil graag een speciaal liedje horen. Jij ook? Wouter. Heb geen nieuwe boek, maar dat boek heb ik niet mee. Oh, jee. Weet je hoe het heet? Sinterklaasje. Ga je boek maar even halen dan. Sinterklaasje. Kennen jullie het lied Sinterklaasje, jongens? Nee, hè? Nee. Ja. Jij wel. Zing het dus. Zing maar, Sinterklaasje. Ja? Nee, is moeilijk, hè? Ja. Wat zullen we een andere zingen? Hoort wie klopt daar? Nou.